Belastingexpert Roy Reiger heeft gisteren tijdens een presentatie voor president Santokki, de Surinaamse Bankiersvereniging, de Belastingsdienst en andere relevante actoren aangegeven dat de organisatie fundamenteel verbeterd moet worden om het werk goed te kunnen doen. Vooral een modern ingerichte wetgeving is een belangrijk aspect. Daarnaast moet ook de besteding van de belastingmiddelen effectief worden ingezet, anders gaan burgers belastingontwijkend gedrag vertonen. Er zal nog een vervolgpresentatie plaatsvinden. De voorlichters van het ministerie van LVV hebben aan de leerlingen van de H.A. Siregar School in Mungo geleerd hoe ze sla, amsoi en kailan kunnen kweken in een hydroponisch systeem. Met name de methode NFT, een bodemloze teelt waarbij de planten wortels boven een stroom van continu stromende voedingsoplossingen hangt, is ze aangeleerd. Met dit systeem zou de school het hele jaar door verse groenten kunnen oogsten voor de schoolkantine en de lokale gemeenschap. Het project is uitgevoerd met steun van de FAO en de ICA. 15 officieren van de Beveiligingsbijstandsdienst Suriname, BBS, zijn op 25 april door minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie bevorderd in een naast hogere rang. Waarnemend diensthoofd Purperhaard gaf bij die gelegenheid aan dat het in de bedoeling ligt om een kaderopleiding op HBO en MBO niveau op te starten. Bondsvoorzitter Color vroeg aan de officieren om zich op professionele wijze te blijven inzetten voor de organisatie die in groei is.